nieuwe werkweek. Lekker aan de slag gegaan dus eigenlijk. Urban jungle stekjes paradijs hier. Een soort van fuck it, just do it momentje. Goedenavond. Het is maandag. En ik ben dus gewoon helemaal vergeten te vloggen vandaag. Het is natuurlijk ook mijn eerste echte werkdag weer. Sinds het terug zijn naar DC. Is nu alweer eeuwen geleden voor mijn gevoel. Maar nieuwe werkweek. Lekker aan de slag gegaan dus eigenlijk. En daarom ben ik het vloggen vergeten. Dus prima begin van de week toch? Zo, de bench voor Tommy hebben we alvast in elkaar gezet. Of nou ja, dat lijkt meer een soort van uit elkaar klappen. En het matje, kussentje, dingetje daarin. Dus het eerste op kantoor voor onze kantoorhond is alvast geregeld. Dit is trouwens de houten bladeren collectie die we inmiddels verzameld hebben van verschillende leveranciers. Daar ga ik nog een keer een aparte vlog over maken. Maar het gaat er dus eigenlijk even om. Vooral, je kunt houten bladeren maken. Is dat dan nou een inbreuk of is dat alleen maar een stijl die je overneemt? En ik heb er vaker al eens Instagram posts over gemaakt. En dan herkenden mensen toch echt niet waar het vandaan kwam. Dus ben benieuwd of jij nu het verschil zou kunnen zien. En dat je aan kunt wijzen welk blad bij welke leverancier vandaan komt. Zo jongens, gisteren pas rond een uur of 10 of zo van kantoor vertrokken. Dan krijg ik als zo lang licht is. Daar is echt geen last van. Dus toen moest ik ook nog eten. Ze zijn eigenlijk maar kapsalon gaan halen. Maar ik zal even beter licht gaan staan. Er waren ook allemaal jongens die net besteld hadden. Omdat de zon was ondergegaan. Dus toen moesten we daar wel even op wachten. Ik denk dat we uiteindelijk om 12 uur klaar waren met eten of zo. En toen naar bed. Het was toch net even iets te kort nachtje naar een jetlag en eerste dag werken. Dus ik ben wat moe vandaag. Ik ga zo aan, ik denk, misschien wel mijn 5e of 6e kopje koffie. Maar ik lees net in het AD dat je zelfs met 25 kopjes per dag nog geen hartprobleem kunt krijgen. Dus weet je, maar hartstikke gezond genoeg. Niks aan het handje hier. Ik ga er gewoon nog 20 drinken, denk ik. Alhoewel, worden wel weer heel veel liters. Ik wil ook zo van naar de play pissen. Dat is niet zo handig. Dus, bovendien. Het is alweer 3 uur geweest. 2 dingen die ik nog echt, echt moet doen vandaag. En dan zit de dag er eigenlijk al op. Zo jongens, ik werd net gebeld door BNR. Met de vraag of ik wat kon vertellen over haatzaaien op internet. En of je het kunt verbieden. Ik denk dat ze nu bellen. Nou ja, kijk, we kunnen niet van tevoren van alles gaan verbieden. Want dan wordt het censuur en dan worden we een soort van China. Maar hè, alles wat haatzaaiend is of beledigend is, dat is natuurlijk gewoon strafbaar. Dus dat kun je achteraf in elk geval wel bestraffen. En dan kun je ook wel ervoor zorgen dat je achteraf die content weer verwijdert. Hey, het is alweer woensdag. Het is net alsof ik het vloggen gewoon alweer verleerd ben. De hele dag is gewoon alweer omgevlogen. Ik heb net mijn laatste afspraak gehad. Nog wat dingen afgerond. En het is alweer 5:30 geweest. Dus ik vond het eigenlijk wel weer tijd om naar huis te gaan. Ook gewoon omdat ik nu echt weer aan wat nieuws zou moeten beginnen. Dus dat doe ik dan liever thuis dan hier. Bovendien heb ik honger. En dan werk ik niet goed. Maar ik ben weer gewoon lekker aan het werk op kantoor of zo. En dan vergeet ik dit. Ik verwaarloos jullie helemaal. Sorry. Het gaat trouwens wel goed met onze urban jungle stekjes paradijs hier. Alleen even voor die grote pannenkoekplant daar en die grote hier. Even van die bamboestokjes kopen of zo. Dat is een beetje rechter neer kunnen zetten. Dus dit bureau was oorspronkelijk dus bedoeld voor een extra medewerker of een stagiair. Maar staat nu dus vol. In september krijgen we een stagiaire, dus dan moet dit allemaal even een ander plekje hebben. Dan
moeten de plantjes maar iets minder in de zon vooral. Ja jongens, jullie zien het goed. Ik ben in Londen. Dat komt eigenlijk omdat mijn vriend me gestuurd heeft. Een soort van fuck it, just do it momentje. Dat boek moet namelijk af, maar het is ook rete druk op kantoor. En ik kon nu zorgen dat ik wel door kon werken, zodat ik dus op vrijdag al naar Londen zou kunnen. Maandag mist niemand me, want dan is het, wat is het, tweede Pinksterdag. Ik weet niet eens of het verstaat. En dat is normaal gesproken toch administratiedag en nou ja, eigenlijk inhaaldag, maar dat heb ik nu niet nodig, want het loopt gewoon goed. Dus waarschijnlijk hoef ik dan sowieso vrij weinig te doen, behalve misschien even twee factuurtjes te betalen. Dus van vrijdag tot en met maandag in Londen, hier in de Hoxton Hotel in elk geval, om een boek af te maken. Dus ik ben vanochtend rete vroeg vertrokken. Ik had een vlucht van 6:55 ochtends vanaf Schiphol. En nu is het eigenlijk alweer tijd om zo meteen eens even te kijken hoe het hotel er hier uitziet. Beneden, super tof. Heel veel werkplekken. En het regent. Dus ik denk dat ik hier vandaag in elk geval maar blijf. En hier wat ga lunchen. En hier lekker werk. Gratis wifi is er ook. Alles. Genoeg stopcontact overal. Ik klaag niet hoor jongens. Ik zit in Shoreditch. Dus als het een keertje ophoudt met regenen, is het ook nog wel een leuke wijk om even te ontdekken. Dus over om hier te gaan lunchen bij de Shoe. Maar ze hebben allemaal regels. Maar regels waar ik me sowieso van aan zou houden. Die heeft het goed leesbaar is. Maar toen is heel erg denken aan een film van een Amerikaan die vertelt over, ik geloof een pizza tent of zo. Waar hij dan wel met zijn vrouw at. En dat zij daar dus altijd wel goed behandeld werden en altijd super service hadden. Maar dat je alles gewoon tussen de regels door moest lezen. En dat je anders dus eigenlijk geen goede service kreeg. Of niet, nou ja, zoals je die misschien had willen hebben. Ja, heel, heel geinig filmpje van een advocaat. Maar goed, dit staat me tegen hoor. Je moet blij zijn met je klant of niet, zeg maar. Dus ik ga gewoon door naar Brick Lane. Want daar schijnen super veel currytenten, Indiaanse tentjes bij elkaar te zitten. Ja, dat is natuurlijk toch wel iets dat je goed kunt krijgen in Engeland. Beter dan in Nederland. Want chef India is ermee gestopt bij ons in Den Haag. Dus ik grijp nu even mijn kans. Ik heb een beetje een probleem. Al die curryhouses, die vinden zichzelf als de beste van 2018-2019. Normaal zou ik dus zeggen, ik kies gewoon de meest aftansen, want dat is waarschijnlijk de meest oorspronkelijke en daarom de beste en de lekkerste. Maar ja, aftans betekent in dit geval vooral toeristisch. En lunch specials voor weinig. Dat vertrouw ik dan eigenlijk ook weer niet zo. So, I don't know. Ik kies er maar gewoon eentje.
ga nu waarschijnlijk een super domme vraag aan jullie stellen. Maar ik zie daar staan LFW. Dat is allemaal fashion week. Super veel mensen met camera's ook nou. Maar het zag er niet zo erg professioneel uit of zo, moet ik het zeggen. Ik heb prima geweest. En meneer Fles in de hand. Maar ook in Zoom. Spitalfield Market. Waarom hebben jullie me daar nog niet eerder over verteld? Super tof, een soort Covent Garden, maar dan misschien wel beter eigenlijk. Ja, hij heeft hier dan geen Apple winkel, maar ik geloof dat het enige is wat je daadwerkelijk mist hier. Veel meer echt markt, maar ook met dezelfde luxe winkels in de buurt. En misschien wel veel gezelliger. Druk, nog steeds wel, maar minder toeristisch dan Covent Garden. Dus misschien moet ik jullie dat ook helemaal niet vertellen. Want dan gaan jullie allemaal. En dan wordt het alsnog toeristisch. Nou ja, nu te laat hè. Jongens, het is zondagavond. Eerste Pinksterdag. Geen idee wat het betekent, Pinksteren. Maar, nou ja goed, daar ben ik atheïst voor, zullen we maar zeggen. Ik heb zojuist de eerste helft van Content Recht, het boek, opgestuurd naar Hanneke de Wit van Tankram Studio. Omdat zij de redactiecorrectie gaat doen en de opmaak van het boek. Omslag heeft zij ook al gemaakt. Heb ik al wel een paar keer op Instagram en Facebook en zo gedeeld. Op Twitter ook trouwens. Daar ben ik al super, super blij mee. Ze heeft mijn vorige boeken ook gedaan. Dus ik weet dat ik bij haar goed zit. Maar ik vind het toch een beetje spannend. Dus de eerste helft van het boek is eigenlijk al min of meer definitief. Behalve dan de inleiding. Maar op de een of andere manier schrijf ik die altijd pas op het laatst. Dus nu de andere hoofdstukken nog. Daar staat al wel een hoop van. Maar goed, ik ga nog even hard aan de slag. Vanavond nog een beetje. Morgen ben ik nog bijna de hele dag in Londen dat ik eraan kan besteden. En daarna moet ik wel echt opschieten. Want volgende week zaterdag, dus dat is de zaterdag nadat jullie deze vlog zien, in principe, als je hem braaf op vrijdagochtend kijkt, tenminste. Dan gaan we Tommy ophalen. Super, super veel zin in. Maar dat betekent natuurlijk ook dat ik dan opeens veel minder, ja, vrije tijd heb, zeg maar. Althans, dat die tijd gewoon heel erg in Tommy gaat zitten, in zijn opvoeding en dat soort dingen. Totdat hij wat ouder en wat zelfstandiger is. Dus ik ga nu nog even gebruik maken van de tijd die ik heb om echt lekker te kunnen knallen met het boek. Dankjewel voor het kijken. Vergeet niet te liken en subscriben, want daar ben ik super, super blij mee als je dat wil doen. Deel ook alsjeblieft mijn vlogs en video's met mensen waarvan je denkt dat zij het ook leuk zullen vinden. En dan zie ik je heel graag weer volgende week. Dank voor het kijken en tot volgende week dus. Bye bye.